In the time before the Titans, before the gods of Olympus, a great battle was waged. The wrath of the primordials. The very beings who forged the earth. Raged out of control for an eternity. And from this rage, this madness of war, the Furies were brought forth. Neither Titan nor God, mortal nor shade, the Furies were bound to no one, for they were the guardians of honor, the enforcers of punishment, the bane of traitors. When Zeus came to power, he found he had little to fear from the sisters. The Furies sought retribution only for those whom they deemed guilty. The first of these traitors was Aegeon the Hecatoncheires. When the brute pledged a blood oath to Zeus, only to later betray the king of the gods, the Furies were quick to take action. His sisters relentlessly hunted Aegeon, and upon capturing the creature, tortured him without mercy. For the Furies believed death was too kind for this oathbreaker. Aegeon the Hecatoncheires became an example to all. A special symbol for those who might think to break a blood oath with a god. Hallo mensen van Dustavond Games. Ik zet even mijn geluid zachter. En zoals je kan zien, zijn wij de eerste van de Benelux die God of War Ascensions gaat doen. Dus dat vereist wel een duimpje omhoog. Hè? Dat ik al deze moeite doe. Dat ik vlug naar de winkel ben gerend. Voor jullie deze video nu te recorden. Dus mensen, ik zeg, geniet ervan. Ik ga dat wel doen en we gaan de singleplayer starten. Profiel 1, ja, ik wil een profiel en dit duurt weer een tijdje, yes! Nee, vandaag is de game uitgekomen. Ik heb hem opgehaald bij de Game Mania, want ja, ik ben Game Mania verslaafd. Kan ik niks aan doen, sorry, spijt me. En ik kreeg echt super vette goodies erbij, dus echt niet over te klagen. Ik heb gewoon een fucking coole Little Big Planet Sackboy van Kratos gekregen. Een sticker voor over mijn PlayStation. Ja, dan lijkt hij net van God of War en we gaan... Hé, hey, wat? Nieuw spel plus. Fucking cool. Dat is net zoals bij Dark Souls. Dan kan je ook opnieuw beginnen en wordt alles moeilijker. Kratos, the great Spartan general, was finally defeated. Driven mad, tortured and uncertain of his surroundings... The warrior found himself captured like a fly in the web of the Furies. Never, never again. Holy shit, Kratos. What the fuck is met jou aan de hand? Hij ziet er niet zo goed uit, jongens. Hallo? Oh, wat? De fuck is dit voor een beest wat er op mij jacht? Jaagt is het, fucking Nederlands. Hallo? Oh, jullie zijn insecten. Cool, man. Oh, hey. What the fuck? What's wrong? Je mist een arm. Confused, Kratos. Having trouble remembering us. Special times together.
Ah, die doet zeer. Ah, en deze ook. Fuck is er met jouw oog, bitch? Hey, ik ben vrij! Oh nee, laat maar. Laat maar, dat hoeft niet. Ik snap dat je boos bent. Aangezien ik je oog waarschijnlijk een arm van... Ja, kijk! Oké, laat maar. Oh! Bitch, you're gonna get owned. Kom maar. Breek, breek. Oh shit, you're gonna now gonna get fucked up, man. Hier, oh. Oh, dekking zoeken en doorhakken. Oh shit, bitch. Zeker weten? Oh, haha. Wat betekent nou wat, hè? Chaka! Oh, we gaan vliegen. Oh, ik hou wel van vliegen. Kom nou hier! Ik heb een mesje voor jou! Kom hier, ik heb een mesje voor jou, mevrouw, waarvan ik de naam niet weet. Oh, ja. Zeker weten? Nee, nee! Pff, ik ben geen sterveling. Ik ben een kung fu meester! Met geen kung fu, maar... Auw, bitch! Auw, auw! Jongens, stop, auw! Dit zijn irritante insecten en dat vind ik niet leuk, want ik haat... Woedemeter is vol! Oh cool, als de woedemeter vol is dan Oh shit! Oh man! Hey, kom nou hier, ik wil een knuffeltje geven met mijn pen. Nou, met mijn mesjes des... Auw, fuck jou beest! Ik probeer hier een combo te... Sadistisch, yeah! Oh, fuck vuil. We moeten dit... Sowieso wel. Kom hier. Ik heb het nou echt met jou gehad, mevrouwtje. Er zijn grenzen en jij hebt ze net overschreden. Dus ik kom eraan en... Nee, ah, fuck jou. Ik had je bijna. Ijo, waar ga jij heen, insect? Wat ga je doen? Nee, nee. Stoot insect. Wat de fuck gebeurt er met hem? Wat, nee, nee. Laat die man met rust. Laat die man met rust. Ik zeg nog... Ik zei nog zo, laat hem met rust. Oh, what the fuck. Sorry, what the fuck. Oké, dude, what the fuck is er met jou aan de hand? Oh, wacht. Oh ja, wacht. Oh shit. Oh, wat? Meneer, dude. Je vloog. Check my vlieger. Oh, fuck. Die was goed. Nee, nee, niet doen. Niet doen. Niet doen. Meneer, stop. Ik verzoek jullie vriendelijk om hiermee te stoppen. Mijn messen des koelheid zijn... Oeh, echt heet. Oh. What the... Oh, cool. Wat ga ik doen? Oh. Atatena, nee. Bitch, ik vecht als een motherfucking baas. Als een onmenselijke baas. Oh, shit. Check die combo. Gaat die combo over de 100? Gaat hij dat doen? Hij gaat het doen. Hij gaat voor de 100 plus combo. Die enige echte gijs... Gaat gewoon hier op een mochtlustige strijd. Op de combo van 100 keer. Oh shit. Geef me alsjeblieft die combo. Ik wil die combo hebben. Het gaat hem lukken. Het gaat hem lukken, die guys. En hij heeft een 100 combo. Het publiek gaat wild. Nou wil ik wel minimaal 100 duimpjes hebben. Oh, hey, kan je trappen. Cool. Au. Au, minder cool. Hey, oh shit. Jongens, ik moet jullie nu zeggen. Deze game vind ik nu al geweldig. Au, au, fuck jou, fuck jullie. Ik probeer hier even een... Au, niet doen, niet doen. Oh, wacht, ja, dat kon je ook doen, hè. Je kon zo springend en dan mensen kapot hakken. Druk op de trappen. Dit gebruikt soms om vijanden te ontwapenen, oké. Okay. Oh ja, wacht, je kan wapens oppakken tegenwoordig, hè. Oh ja. Oh, wat heb ik gedaan? Nee, oké, okay, wat? Ik heb je hoofd eraf gehaald. Sorry meneer, niet boos worden. Zit ik nou... Oké, we gaan gewoon verder lopen. Wat dacht je daarvan? Oké, is toch wel nu mogelijk toch om verder te gaan? Nee?
Druk om R1 om interactie te krijgen van voorwerpen. Oh shit. Oh, wat? Ja, dat is misschien iets te overdreven, Kredos. Je kon het ook gewoon simpel jezelf omhoog hijsen, maar... Hey, broeders! Wat? Fuck, ik ben helemaal niet geïnfecteerd. Fuck jullie. Jongens. Een bericht van de schrijver van Herkantadonkedonk. Cool. Spannend. Springen. Sneller. Oké, okay, pak... Oh ja, rode kisten moet je altijd pakken. Pro tip van God of War. Als je dat niet doet... Oh, wacht. Rondje. Ik moet zeggen, de game ziet er echt... Ziet ziek lekker uit, hoor. Voor een PlayStation 3 game. Van de tijd dat je eigenlijk moet nagaan dat we al bijna naar de PS4 gaan eind dit jaar, dus... Nee, daar kunnen we niet in. Hey, cool. Wat is dit? Ik heb een zwaard. Combinatiewapen dat vijanden verdooft als je het weggooit. Oké, okay, kom hier. Kom hier, mevrouw. Mevrouw... Oh. Ik ga je pakken, hè. En dat weet je gewoon. En dan ga je eraan. Druk 1 om aan te vallen. Oh shit, ik heb een zwaard. Cool. Speciale aanval. Oh, wat? Oh shit. Dit was cool. Dit gaan we vaker doen. Meneer, mag ik u... Nee, shit. Je hebt me door. Jullie hebben me in de val gelokt. Oh, hey. Dat ging makkelijk. Ik had het serieus moeilijker verwacht, maar... Oh, nee. Nee. Laten we dat eventjes niet gaan doen wat jij van plan bent om te gaan doen. Want ik zie eigenlijk jou al bij die hand. En ik zie daar een megamond. En die megamond bevalt mij niet. Want meestal, als er grote gebouwen zijn met monsterhoofden, betekent dat één zieke boss battle. Oké, okay, dat was iedereen. Wil je erover praten? We will see how you fare against the Hecatonkeries. Moet je... wat? Jongens, wat? Nee. Noo. Uh-oh. Jongens. Het wordt één grote... what the fuck? Wat de... Wow, wait, what? What? Is die hand nou een monster geworden? Oké, okay, cool. En die doen we even... Hey, maar jou kunnen we al wel bloeden. Haha, bloed, mijn vriend. Oh, nee, dat doen we niet. Oh, shit, je hebt me gemist. Haha. Oh, deze mist je niet. Kom hier, je gaat eraan, je gaat eraan. Oké, okay, oh, hey. Gouden bollen. Met deze gouden bollen kun je je woede mee te vullen. Oh, dat zijn we al aan het doen. Oké, okay, kom op. Oh, die was mis. Oh, hey, nee. Shit, ik had door wat ik moest doen. Hoe ik hem kon gaan verslaan. Oké, okay, bukken. Mis. Nou gaan we weer verder met aanvallen. En hebben we al gewoon fucking in de eerste aflevering een zieke boss fight. Nee, niet doen. Stout monster. Ik zit helemaal onder het bloed. Nee. Oh. Woehoe. Au. Nee. Oh shit, ik ben bijna dood. No. Nope. Gaat het mee worden. Nee, doen we niet. Nee. Laat me met rust. Nou, maar alsjeblieft met rust. Nee. Laten we dat eens even niet doen wat je gaat doen. Oh shit. Oh dan nee. No. Om een voorwerp te grijpen. Oké. Okay. Jongen, jij gaat eraan in deel 1 van deze serie. Dat is mijn motto. Nou, dat is meer mijn persoonlijke motto geworden. Maar daar gaat het niet om. Au, fuck. Dit gaat nu al niet goed. Oké, kom hier. Ik wil even die combo opbouwen als dat mag. Nee, mis. Mis, haha. Oké, dit begint eindelijk ergens op te lijken. En ga er nou eens eventjes alsjeblieft aan. Nee, doe niet.
Oh, hey, dat was mis. Ah, stom monster. Au. Au. Stop met pijn doen. Dank u wel. Oh, shit. Hij gaat ineens... Au, hij gaat allemaal ineens cool doen. Denkt hij allemaal sterk te zijn en zo. Denkt ze van, fuck you, guys. En ik ga gewoon keihard verder. Hey. Oh shit, grijphaak. Oh shit. De grijphaak is altijd leuk. Want het gaat altijd in één zieke bende. Ja, dat wordt altijd één zieke bende. Zoals dit, kijk. Oei, 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 meneer. Dit gaat hem niet goed komen. Ah, dit gaat zeer doen. Voor jou dan, niet voor mij. Oh, je leeft nog. Wel, godverdomme. Oh, wat de... Waar de fuck ben... Oh, woe, ik leef nog. Ik dacht bijna dat ik dood was. Oh, shit. Hey. Oh, dus daar is dit ding voor. Ah. Spannend om te weten. Oké, okay, ah. Oh, dit is dus een soort van veiligheidshokje. Oké, dekking. In het hokje. Monster is weg. Monster is weg. Wij gaan weer hakken. Zo, lekker in zijn hoofd. Oh, shit. Ah. Hij wou mij hebben, maar dat ging hem mooi niet. Oké. Okay. Gozer, kom hier. Au, hey, levens. Thank you. Thank you, Mr. Oh, shit. Nee. Oh. Nee. Kratos, doe eens eventjes mee. Hè. Alsjeblieft. Ah. Het gaat echt... Gozer, kom te... Au, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Je zit vast met je wapen. En dan ga je denken van... Oh... Dude, je zit nu de muur kapot te maken. Dat was één mooie muur, hè? Oh shit, wat is dit? R1. Oh! Hahaha! Nee, shit! Ah, nee! Ik verneuk het weer! Je verneukt het weer! Inderdaad, zo zou Timo het dan zeggen. Hé, hey, wat? Hebben we nou... Wat? Au, fuck u! Hier, met je stomme po... Oké, okay, mooi. Nog een keer. Let op, Gijs. Nou, opletten welk nummer in beeld komt. Dus dit is Triukje. Aha! Holy shit, Kratos ziet hem. Eén badass dude uit. En dit vind ik echt zo vet aan deze game, hè. Oh shit, 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 shit. Oh nee, what the fuck? Wat? Moest ik hem ingedrukt houden? Nee, fucking game. Tell me what to do, please. En niet zo random dingen zeggen van... Yo, ik ben dit... Au, fuck jou. Monster, ik ben bezig met je te vermoorden. En dan ga je mij dit soort trucjes vlekken. Oké. Okay. Nu gaan we het goed doen. Want het is nu. Ta-ta-ta-ta, driehoekje. Dan staat hij in zijn voet vast. En dan moeten wij nu als goeds ergens kruisje doen. Ja, check. Volgens mij kwam er nu nog een... Oh nee, dit was de L1. De L1 knop. Nee, what the fuck? Wat? Het was dus wel... Hé? Hé? Oké, dan maar... Oké. Dus het is dus... Nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen, monster. Gaan we niet doen. Gaan wij even niet doen. Dit wordt nou echt te... Oké. Onthouden. Driehoekje kruisje op L1 bestje. Driehoekje, check. Kruisje en een check. En nu moeten we op L1 gaan rammen als een malle. Dus zo van nu. En dan... Nee, what the fuck? L1 druk ik en hij wil gewoon niet. Nou ga je echt... Nou, wow. Nou, monster, nou heb je mij echt woedend. Want ik zit nu in een frustratie moment. Van agressie en depressie, denk ik. En in combinatie daarvan... Nee, fuck! Verneuk ik het alweer... In de simpel eerste boss fight. Goed bezig, Gijs. Goed bezig. Oké, okay, kom. Niet zo doen. Niet zo doen, monster, blijf stilstaan, oké? Okay? Blijf stilstaan, zodat ik even... Zo, check. En dan doen we weer R1. Onthouden, driehoekje in het begin. Dan kruisje, dan iets met L1 waar ik nog steeds niet weet wat. Oké, okay, check. Jij wil nu een kruisje in je gezicht. Kan ik mee leven?
En nou komt het. Nou moeten wij iets met L1 doen. En kijk dit toch. What the fuck. Oké, mensen. I'm going into rage mode. Oh, fuck. All entering rage modus. Dit is echt gewoon schijt en schijt frustrerend, joh. Oké, check. Ja, je wilt dat hebben. Check. Driehoekje. Oh shit, je mist mij. Ah. Nou wil ik een kruisje. Oh. Het komt allemaal ook nog goed. En dan moeten we iets met L1 doen. Oh shit, ah nee. Ik zag de R1 niet. Fu. God dang it. Dat verklaart waarom wij hem niet konden ownen. Ik zag de R1 niet. Die was me serieus niet opgevallen. Oké, hij gaat nou. Oh, wat je zat vast. Fuck. Shit. Oké, okay. Nou snap ik hem. Nou snap ik hem, jongens. Na 5 keer proberen of zo ontdek ik dat er R1 staat. Maar ik was te erg gefocust op de L1. Jongens, af en toe maak ik foutjes, oké. Okay? Gaan we die moeilijk over doen, hoop ik. Ah, kijk. Ah, nou gaat het lukken, Ah, shit. Nee. Oh, shit, gelukkig. Oeh, shit. Hij heeft zichzelf dus vermoord. Fucking baar. What the fuck gebeurt er met heel dit stuk? Oh yes, I can, motherfuckers. Cause I'm Kratos. Oh shit, gliden. Oh, hey hand. Oh shit, oh shit. Oh nee, oh shit. What the fuck? Oh god. Dit gaat sowieso niet goed aflopen. Voor mij. Oh shit. Nee. Ah. No. Hey, plons. Ik heb het overleefd. Fuck yeah. Het riool. En ik vind dat we hier een vet cool einde kunnen maken. Beest met opslaan. Hey, we hebben een stukje papier. Sweet. Nou, als je wil, kun je dit nog even lezen. Zet je video even op pauze. En mensen, ik bedank jullie voor het kijken van mijn nieuwe serie God of War Ascension. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze serie vet gaat vinden. Kratos in ieder geval wel. Kratos, geen idee hoe je het wil gaan uitspreken. Kan beide manieren. Ik zeg Kratos. Klinkt net als de Zenos. Dus mensen, ik zeg vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet vooral dat duimpje te doen. Laat je echt zien dat je deze serie leuk vindt. En ik zie jullie de volgende aflevering.